Wie ben jij? Je vriendinnetje. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Dit is de video waar jullie heel erg lang op hebben gewacht. Maar liefst een hele week. Ik ben vandaag met mijn boyfriend Niemam Knol. Hallo. En wij gaan vandaag met deze mousse van Gul. Color Forming Mousse gaan wij ons haar bruin maken. Dit is geen echte verf. Dit is een mousse, dat doe je in handdoek droog haar. Dus we gaan hierna gaan we heel veel ons haar nat maken. We gaan deze mousse erin kwakken. Dit is geen echte verf. Dit is dus een mousse. We gaan ze meteen ons haar nat maken. En dan brengen we deze mousse bij elkaar in. Mousse is toch wat witte? Dat was ja, een... maar dit is dus niet wit, het is wel echt bruin. Dit is donkerbruin. Nee! Oh, er komt gas uit. Nee, dit moet je zo te schudden en dan komt er mousse uit. Dat gaan we nu nog niet doen. Je maar hebt het nodig. Ik zag zo gas. Ja, er is geen gas. Als ik vuur de... Wel, man. Als ik vuur erbij nee, houden... Nee, echt, jongen. Maar wat als ik vuur erbij hou dan? Nee, we gaan geen vuur erbij houden. Even kijken, wat staat erop? Ja, hier. Zeer licht ontvlambaar. Dit is wel, er zit wel gas in. Anders kun je dat niet, niet eruit... spuiten. Ja, niet spuiten inderdaad. Oké, maar we gaan geen vlam erbij houden. Dat we het wel gezellig houden. Hierop staat wat voor kleur haar je haar wordt. Nou, dat staat dus bij ons dat het lichtbruin moet worden. Omdat wij alle twee hartstikke blond zijn. Bus naar beneden richten. Eventueel handschoenen dragen. Gaan we niet doen. En we doen ook de lip challenge. De Kylie Jenner challenge. Oh nee. Nu Pip. Hey, Pip. Nee, de hele camera. Pip. Ja, maakt niet uit. Je hebt die top toch niet nodig. Kom eens hier. Nee. Oké. Wat we dus als eerst gaan doen is heel veel ons haar nat maken. Dus wij zijn zo bij jullie terug met nat handdoek nat haar. Ik knip met mijn vingers en dan hebben we handdoek nat haar. Ik kan niet knippen met mijn vingers. Doe jij maar. Tadaa! En daar zijn we weer. En we hebben nu een handdoek om ons hoofd. Die mag eraf. Ik weet nooit hoe jullie vrouwen dat doen, maar ik heb gewoon zo. Oké, ons haar is nat. Handdoek droog. En nu gaan we dus de mousse doen. Gaan we bij elkaar doen? Ik vertrouw jou niet als jij dat met mij gaat doen. Ik doe het liever zelf wel. Even kijken, hoe lang moet dit eigenlijk in blijven? Een handjevol schuim gelijkmatig over handdoek droog haar verdelen. Doorkammen en in model brengen, niet uitspoelen. Oh, je hoeft niet in laten interen. Gaat het goed? Ja, hij was even aan het schudden. Oké, ik doe het wel eerst bij jou. Ja, doe jij maar gewoon. Als het mislukt, dan is het in ieder geval mijn notering. Dan kan altijd nog eraf. What the fuck? Het is grijs. Het is grijs. What the hell, vriend? Het is... Hoe moet je dit nou goed doen? Ik moet heel even gaan staan. Ja, doe maar. Oh mijn god! Jack mijn handen! Ze worden al helemaal bruin. Ja, er stond ook bij van gebruik handschoenen eventueel. Ja. Fuck die shit. Ja, nu al het idee dat je haar echt bruin wordt. Maar dat is toch eigenlijk bijna hetzelfde als dat je zeg maar met je kop door de modder gaat. Dan wordt je haar toch ook bruin. En als je hem dan uitspoelt is hij toch ook niet meer bruin. Ja, het is wel goedkoper. Je bakkenbaarden moeten natuurlijk ook mee, want anders klopt het niet. Ik neem aan dat je het van je gezicht gewoon al kan afspoelen, toch? Nou, dat hoop ik. Nee, je moet niet van de bakkenbaarden afhalen. Nee, dat is van mijn gezicht. Hé, hey, wat doe je? Ja, die bakkenbaarden zijn nog blond. Oh. Maar eigenlijk moet je jouw wenkbrauwen ook bruin dan. Nee, doe eens normaal. Hé, hey, dat is in mijn oor, man. Ja, ik zie het. Hey. Ik voel dat, ik hoor dat allemaal zo... Oh, mijn handen zijn zo ranzig bruin gewoon. Oké, nou moet ik mijn eigen haar gaan doen. Dat is ook allemaal bruin. Ja, is ook allemaal bruin. Oh, oh, mijn handdoek valt. Je moet wel zorgen dat mijn handdoek blijft zitten. Er zit gewoon bruin spul in mijn oor gewoon. Check mijn witte blonde haren verdwijnen. Oh, ik hoop wel echt dat deze shit er ook nog uit gaat. Ik kan er wel heet spuiten. Spuit jij maar raak, schat. Oh, er moet iets meer. Oké, okay, stop maar even. Ik moet het eerst even mijn haar deponeren. Milan, hoe fucking veel moest je erin doen dan? Maar jij moet wel een beetje zeggen of ik het een beetje glij op mijn hand op Milan. Maar jij moet wel een beetje zeggen of het overal een beetje zit, zeg maar. Ja, het zit zelfs op je kin. Hoe vind je die? Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Hier zit het. Ik weet niet hoeveel moes ik erin moet doen. Ik heb helemaal geen idee. Het staat ook niet op. Volgens mij wordt dit gedeelte moet... Oh, kut! Oh nee! Oh nee, op mijn op mijn hand! Wat doe je nou? Oh, dit is allemaal uitwasbaar, joh. Jouw haar is gewoon zwart, ouwe. Nee, joh! Net wordt er. Wat is er? Jouw haar is ook zwart! Oh.
Dat staat alle kanten op. Oh mijn god. Het is best lastig om bij jezelf te doen zonder spiegel. Ja, moet je, anders, je hebt toch zo'n klein spiegeltje voor, gekocht laatst? Ja. Nou, waar is die? Ja, op de badkamer. Oh mijn god, ik hoop echt dat dit er nog wel uitgaat. Ik hoop wel echt dat het net zo mooi was als bij het zusje van Bibi. Kijk maar dan. Oh my god. Er komt een spiegel aan. Ja, zo kan ik mezelf doen. Wow. Mijn haar wordt echt zwart. Ja, zo heb jij het wel gehad. Zo leerde ik jou een beetje kennen, zeg maar. Ja, het was echt zo. Maar het is niet zo zwart, toch? Als het soms weer eruit gaat. Misschien word ik het gaat er niet uit, dat is het ding. Je moet het gewoon opfeunen. Misschien word ik wel weer opnieuw verliefd. Misschien wel. Oké, okay, ik ga even mijn handen wassen, want die zijn echt... Laat zien. Mega donker. En dit, even eraf. Ja, okay. Maar moet ik dat feunen? Ja, zometeen gaan we het feunen. Daarom dit feestje hier. Oh, echt? Het is mijn feun, hè? Ja. Hey. Tud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 
Hallo. Ja. Zo, een trakt helemaal een fik. Oh, dat komt misschien door. Door die feun. Oké, ik snap wel dat je handschoenen aan moet doen. Het gaat er moeilijk af van je handen. Dus waarschijnlijk ook van je haar. Mijn haar is zwart, man. Ja, maar ja, toch. Waarom vind je het grappig? Ja, het Oké, we gaan feunen. We gaan eerst mijn haar feunen. Want die van jou is toch zo klaar. Oh, kijk hoe nasty mijn nagels zijn. Wie ben jij? Je vriendinnetje. Jouw haar! Oh mijn god, maar mijn handen! Ik word helemaal zwart nu. Ja, dat komt dat ik net jouw haar ook heb gefeund. Maar ik moet het wel even in model brengen en zo. Ik moet er wel even aan wennen hoor. Ik hoop wel echt dat het er ook weer uit gaat. Ik weet niet echt wat ik ervan vind. Mag ik even kijken? Je mag kijken. Oh my god. Ik lijk wel zo'n punkrocker. Ja. Zo'n dude die zo van... Kijk hè, ik heb jou er helemaal niet goed gekeken. Oh mijn god, Milan. Ik ben een punkrocker. Nou, ik hou het gewoon zo de hele dag. Leuk. Ja, ik ga het denk ik straks nog wel even krullen. Hoe lang blijft het zitten? Het blijft zitten tot 1 tot 3 wasbeurten. Ah, oké. Dan, als het goed is, moet het er weer uit. Ik vind het op zich niet heel erg verkeerd, maar ik moet er wel heel erg aan wennen. Ik vind het best wel verkeerd. Bij mij of bij jou? Bij mij. Ik bedoel, ze zegt dat er staat bruin. Jij zegt, oh, ik heb gebruin haar, is leuk. Het is gewoon zwart. Nee, het is niet zwart. Het is een beetje grijs, dof met paars. Het is gewoon, het is niet eens een kleur. Nee, dat is juist wel tof, toch? Tof. Ik krijg wel hele blauwe ogen van. Jij ook. Ja? Ja. Nou jongens, ons haar is nou bruin. Niet echt bruin. Mijn handen zijn daarentegen echt gewoon nasty. Ik hoop dat ik dit er nog af krijg, want wij moeten vanavond nog training doen. Dus wij moeten nog de deur uit. Ja. Wat een leuke kennismaking. Kom ik er binnen zo en dan hallo. En dan herinneren ze me zo en dan kom ik die week daarna kom ik weer. En dan hebben we gewoon normale haar, helemaal blond. En dan hallo. Oh, heb je haar geverfd? Wat leuk. Nee. Ik weet het niet helemaal. Laten jullie het maar weten, de reacties. Vinden jullie dit geslaagd? Vinden jullie dit nou beter dan ons blonde haar? Van zowel Milan als van mij. Ik moet wel zeggen, ik moet het nog wel even een beetje fascineren. Want ik vind het zo niet echt heel mooi of zo. Maar ik heb zoveel comments gekregen over het feit dat kijkers vonden dat bruin haar weer beter stond dan blond. Dus nu kun je het beoordelen. Ik vind blond bij jou sexy. Dus dat moet gewoon blijven. Laat even weten wat je dus van onze haarkoek vindt. En of je blond of bruin beter bij ons vindt staan. Heel erg bedankt. Nee, even afsluiten joh. Hey. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei! Het is erg harig. Je keel is niet zo harig.